7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor Klaar in 20 minuten. Deze smaaktoerist geeft graag van gas en de katoen. Ziet hem hier blinken enkel voor mijn schone ogen, zeker niet voor de poen. Met zijn glimlach en blik gaat hij voor de eeuwige roem. Ja, ik blijf hier slijmen, dan krijg ik straks misschien een zoen van deze mooie kapoen, de Pauw Jeroen. Zie, ik heb zelfs al zo lang niet moeten wachten. Chef, je ziet er stralend uit. Dank je wel. Zo gezond en mooi. Ja, merci, merci. Chef, ik heb voor jou een heel belangrijke vraag. Wat ga je maken met deze 7 attributen en vooral is dat klaar in 20 minuten? Ik ga maken polenta. Mm. Daarbij komen gebakken champignon, champignon Paris, met een klein morceau Chateaubriand en een lekker sausje op basis van Faro-bier. Wel, ik ben heel benieuwd. Polenta eet ik waanzinnig graag. Dus chef, ik ga u niet langer in spanning houden. Ik start de klok gewoon in 3, 2 en 1 en koken maar. Voilà. Ik ga meteen beginnen, want ik heb het mij weer niet te gemakkelijk gemaakt. Lief van jou. Lief van mij. Dus ik ga beginnen met de saus. Ah. En, chef, wie saus zegt, die zegt ajuin of shallot. Dat is eigenlijk de basis van elk sausje. Dus wat gaan we doen? Sausje maken van Faro-bier. We gaan eerst onze ajuin snipperen. Dat is iets te veel, zo'n dikke ajuin. Ik ga de 11 pakken. En wat is eigenlijk Faro-bier, chef? Want ik hoor het nu al twee keer zeggen. Wel, Faro-bier is een lambiekbier uit de Zennevallei. Je weet wel, de Zennevallei. Van de Zennevallei. Het Pajottenland. Ja. Zeg je van het Zennevallei? Ik ben van Vuil-Vilvoorde. Dus, dat is door de Zenne loopt daar. Dus, Pajottenland, waar dat de Zenne is, daar zijn van die speciale bacteriën die ervoor zorgen dat we een zuur bier kunnen brouwen. En Faro-bier is eigenlijk lambiekbier. Mm-hmm. En daar wordt kandijsuiker bij gedaan. En dan krijg je zo een zoetrig bier. Wat je ook kunt doen, of wat ze ook doen, dat is lambiekbier van verschillende jaren mengen. En dan krijg je... De geuze? Geuzebier. Ook heel goed, chef. Niet slecht. Ja, over bier gaat het me weinig kunnen wijsmaken. Hè? Is het waar dat je een bierliefhebber bent? Ja, ik drink. Maar ik vind dat fascinerend. Ja, ja ook. Allee, ik zeg altijd, iedereen, heel de wereld is fier op ons bier, nu wij nog. Hè? Ja, ja, dat is waar. Want als je een grote wijnkelder hebt, dan zit in België zo een beetje een rijke man. En als je veel bier in huis hebt, zit je precies een dronkaard. Terwijl dat eigenlijk absoluut niet waar is. Voilà. Bon, dit gezegd zijnde. Boter op het vuur, shallotje erbij. Ik ga mijn Faro-biertje. Daarmee ga ik mijn ajuin blussen. Hup. Ik ga een klein proeverje pakken. Mag dat? Ja, tuurlijk. Ah, wacht. Ik ben van het principe, mijn mens drinkt nooit alleen. Hè? Ja, ik ken nu wel. Heerlijk. En, dus ik ga mijn shallotjes goed bruin stoven, blussen met dat Faro-bier. Ik ga daar ook een beetje Luikse siroop aan toevoegen, om toch in ons Belgenland te blijven. En dan krijg je zo een lekker zoetrig sausje. Dat wordt gecombineerd met polenta en met ossehaas. Die ossehaas... Het is eigenlijk Chateaubriand. Die ga ik even in de oven zetten op 60 graden. Dat klinkt misschien wel gek, vlees rauw in de oven zetten. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een techniek. Ofwel bakt je vlees en laat je het nadien rusten in de oven. Maar voor mensen die dat soms wat moeilijker vinden, heb ik een hele goede tip. Dat is, doe gewoon omgekeerd. Zet je vlees in de oven op 60 graden. Je hebt een beetje gekruid. Je laat dat rustig zijn en temperatuur pakken. En dan, op het moment dat we gaan dresseren, bij mij is dat ongeveer aan minuut 18. Zoiets. Hè? Hopelijk. Gooi ik dat even in de grill, dat je een mooi gegrild patroontje krijgt. Dus dat mag echt bijna 15 minuten in een oven zitten, op 60 graden? Dat maakt niet uit. Nee? Dat gaat mooi van binnen zacht worden. Okay. Mooi warm worden, bedoel ik. Dat maakt echt niet uit. Dat mag daar zo lang in zitten. Prima. Nu, goeie tip. Chateaubriand, dat klinkt chic, hè? Ja. Dat is ook chic, want dat is een redelijk duur stukje vlees. Dat is eigenlijk, als je dat een koe is, heb je de poep en je hebt de rug. En als je in je poep zou gaan, onder je rug, zit zo'n lange pens. En dat is het ossehaasstuk. Varkenshaas, dat kende. Ossehaas, dat is ook zo'n lang stukje. Dat gaat van dik naar heel dun. Die dunne stukjes zijn ossehaaspuntjes. Ja. De middenste stukken worden tournedos van gesneden. En het achterste stuk is de Chateaubriand. Heel zacht vlees, hè? Alsjeblieft. Heel zacht vlees, hè? Heel zacht vlees.
weinig vet. Meestal runderen die gras hebben gegeten, hebben ook minder vet dan die dat graan hebben gegeten. Ja. Oh, mooi. Weetjes alom. Weetjes alom. Kijk, dat shallotje, of die in ajuin beter gezet, zegt hij, is mooi aan het stoven. Ik heb er een blaadje laurier in gedaan. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb dat gezien. Ja, dus we gaan dat mooi bruin laten worden. En ik ga ook een klein beetje bouillon opzetten, kippenbouillon, voor mijn polenta. Je at dat graag, heb ik gehoord. Ik eet dat heel graag, ja. Maar eigenlijk wordt dat weinig, of te weinig misschien zelfs, gegeten in België. Of ben ik verkeerd? Dat kan, hè? Ja, dat kan je eens een beetje warm water pakken. Hè. Ik ga meteen heet water pakken. Dat is zelfs kokend water, normaal gezien, dus kijk. Kokend water, ja. Gemakkelijk, hè. De bedoeling is eigenlijk dat ik straks die polenta oplos in die bouillon. En polenta, dat is eigenlijk, komt oorspronkelijk uit Italië. La cucina de povera. Ik weet niet of dat jij Italiaans spreekt. Maar ik kan het eraf leiden, de arme mensenkeuken. Arme mensenkeuken. Dat is eigenlijk de basis, vind ik zelf, hè. In ieder geval van mijn keuken, toch? Of van heel veel keukens. Heel veel gerechten die ik maak, zijn eigenlijk gebaseerd op de arme mensenkeuken in Italië. En dat was hetzelfde met polenta. Dat werd gemaakt van graan dat ze mixten, totdat je griesmeel hebt, van graan eigenlijk. En daar werd pap mee gemaakt. Zoute of zoeterige pap. Nu, dan is dat naar Zuid-Amerika, begonnen ze dat ook te ontdekken en daar hebben ze dat gedaan met maïs. Dus is dat overgenomen in Italië, een beetje verder ontwikkeld. En dat is dus eigenlijk maïs dat fijn gekutterd wordt tot griesmeel. Oké. Weer een weetje. Kijk, ik ben hier aan mijn sausje nog. Hè. Dat shallotje, een lepelje van onze luikjes hierop. Dat poepgelei. Poepgelei? Ja. Wordt ook bij ons in het Hageland veel gemaakt met de appeltjes, de peren. Ja. Heel lekker. Ik ga ook een klein beetje, want ik ben hier wat bouillon aan het maken voor mijn polenta, maar ik ga daarvan een klein beetje gebruiken ook voor mijn sausje. Ik vroeg me eigenlijk af, want we maken rundvlees klaar en we doen het gebruik toch kippenbouillon? Heeft dat ik gebruik bijna voor alles kippenbouillon, ik ga eerlijk zijn. Ik vind dat zo lekker. Allee, ik vind dat de meest volle smaak geeft. Dus een klein beetje erbij. Ons Faro-biertje, dat karamelliseert natuurlijk een beetje in een poepgelei. Maar zien een keer, jongens. Mooi, hè? Beetje rustiger zitten, hè. En zou jij mijn ander bier kunnen maken ook? Want we maken met een bruin bier, hè. Ja. Het voordeel is, hè, daar zit een klein beetje kandijsuiker in. Dat geeft een beetje een zoetere smaak. Dat is net hetzelfde met onze siroop dat erbij zit. En dat gaat een lekkere combo zijn met onze champignon de Paris. Mm. Je kunt dat ook in het seizoen met boschampignons maken. Dat is eigenlijk nog een ietsje hoger. Maar kijk, champignon Paris gaat perfect. Er zijn hier wel nogal galosjes. Ja, het zijn... Het zijn er veel te veel. Hè. Ik ga er hier twee gebruiken. Dat zal voldoende zijn. En ik ga die klassiek een beetje aanbakken. In wat olijfolie. Teentje loog erbij. Misschien wat peterselie. Peper en zout. Meer moet dat niet zijn. Maar dat gaat daar wel heel lekker bij zijn. De bedoeling is eigenlijk dat ik een beetje een smeuïge polenta ga maken. Daarop goed gebakken champignonnetjes die goed afsmaken. Die look gaat daarvoor zorgen, die kruiden. En dan onze ossehaas erop en dan een lichter zoet sausje erbij. Dus ik ga hier nog een bladje laurier. Ik moet een beetje lachen, want ik weet dat Dominique vaak Lolil of Pepe Lolil zegt. Dan moet je een beetje pesten daarmee. Dat snapte wel, hè. Collegialiteit. Voilà. Ziet, een beetje tijm. Panneke. Het zijn pas echt de vriendelijkste ermee kunt lachen, hè. Maar ja, gij. Zoiets, dat gaat goed zijn. Ondertussen, dat vlees dat zit gewoon in de oven. Ja? Daar moet je niks van aantrekken. Mijn grill heb ik wel al warm gezet, dat die een goed heet is. Ja. Nog 8 minuten, dat gaat hier wel lukken. Je hebt nog 12 minuten zelfs, chef. Ah, nog 12. Ja, die telt ik ben nog op, maar aan minuut 8. Dat komt hier goed. Alles dus, komt altijd goed. Wat had ik gezegd? Een beetje olijfolie. Dat sausje, dat moet wel wat koken. Hè. Dat moet wat inkoken. Dat is trouwens het geheim van een lekkere saus, hè, chef. Als ze vragen, of soms wordt dat gezegd, ja, maar echte chefs hun sausen zijn zo. Eén groot geheim, inkoken. Ja. Zo'n bouillon. Tot beneden helemaal. En dan krijg je een lekker... eigenlijk is het simpel.
uw hoeveelheid gaat minder, maar uw smaak wordt veel, veel sterker. Logisch, hè? Ja. Het is een beetje logisch, ja. Sausje hier verder aankoken. En dan die polenta, want dat is wel niet zo gemakkelijk. Het is te zeggen, niet gemakkelijk. Je kunt polenta zowel hard hebben, alleen of stevig hebben, bijna zoals een koekje, ja. Ofwel bijna gelijk een pap, een pudding, een puree-achtig. Beide zijn bereidingsmogelijkheden. De een zou je kunnen zeggen, ik doe daar water op, ik leg dat in een kom. En dan heb je echt zo, dan wordt dat hard, dan wordt dat stevig, kunnen dat snijden en zouden dat kunnen bakken. Ja, lekker. Dan heb je zo een stukje gebakken polenta. Ofwel, maar doe je daar meer vocht bij en krijg je eigenlijk een soort puree-pudding. Okay. Daarvoor ga ik kiezen vandaag. Okay, laat mij verrassen, chef. Yes, ik ga dat proberen. Ik ben eigenlijk beter op schema en tijd dan ik gedacht had. Maar dat is meestal het probleem, dan beginnen ze zich te ontspannen en dan merken ze op laatste... Dat is waar. Ik zweer het u. Doet er mij niet aan denken. Kijk, champignonnetjes er nog bij. Goed bijkruiden, peper en zout, ook altijd heel belangrijk. Mij hebben ze ooit gezegd dat je niet mocht roeren in champignons. Klopt dat of klopt dat? Niet mocht roeren? Roeren. Ja, je niet mocht schudden met champignon als je die bakt. Nee, je hebt dat wijsgemaakt. Dat was... Met, ja, dat klopt. Omdat er dan vocht zou uitkomen of zo. Dat er dan te veel vocht zou uitkomen. Oh ja. Nee, je mocht champignons niet wassen, hè, maar dat weten we wel. Hè. Ja. Dat moet je niet wassen, want dat is een spons. Dat pakt dat op. Dat gaat dan bakt. Maar wat ik wel vind, je moet champignon altijd op een hoog vuur bakken. Ja. Ik vind dat tof dat daar een beetje een bruin korstje aan zit. He, dat die niet zo wit zien, maar mooi bruin gebakken. Het is ook een beetje een, ik kan niet zeggen een winterreceptje, maar toch een meer herfstreceptje. Ziet, mijn bouillonnetje is warm. Ik ga het nog een beetje hoger zetten. Dan heb ik een goede klopper nodig, die ga ik hier vinden. En dan ga ik mijn polenta erin doen. Wat zijn de verhoudingen ongeveer voor polenta? Want dat is dan wel het belangrijke natuurlijk. Je bent net van smeug versus hard. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben een kok die echt op buikgevoel kookt. Ik ben niet zo goed in recepten. Je kunt die natuurlijk wel vinden op de site, maar ik moet zeggen, ik zie dat zo een beetje. Okay. Je gaat zien, van het moment dat die, dat gaat opslorpen, hè, dat wordt dikker en dikker. Dus begin liefst met niet te veel. En ik ga op het einde daar een beetje secret ingredient aan toevoegen voor vandaag. En dat is een lepelje mascarpone, waardoor dat wat zachter wordt. Maar kijk, ik ga zoiets doen. Ik strooi dat daarin en roeren. En als je nu ziet van, goh, dat is echt veel te hard, zou je daar nog een beetje bouillon extra kunnen aan toevoegen. Je kunt daar dan een beetje mee spelen. Zie je, dat gaat ook, ik ga er nog wat bij doen. Maar het is wel de bedoeling dat je blijft roeren. Eigenlijk zeggen ze dat je moet blijven roeren. Okay. Omdat dat heel snel aanzet. Zie je dat? Dat is multifunctioneel. Als mijn vrouw dat ziet, die gaat niet weten wat ze ziet. Je kunt dat ook altijd zo op het einde wat afwerken met een beetje boter. Als je dat thuis maakt. Hè. Ik ga dat gewoon laten staan. Dat gaat wel... beginnen opzwellen. Het enige waar ik een beetje mee zit, chef, met dat receptje, dat is dat er allemaal nogal bruine toetsen zijn. Ja. Dus vlees is bruin, je champignonnetje, je zout. Dus ik ga zien dat ik onder mijn polenta een beetje kruiden snij, dat daar toch iets meer aan zit. Wat mag dat zijn? Een beetje bieslook misschien. Dat is altijd lekker, vind ik. Als je met bieslook werkt, helemaal op het einde eraan toevoegen. Ja. Veel lekkerder. Dan heb je zo die lichte ajuinsmaak er nog in. Een beetje peterselie misschien nog. Ik vind het wel tof dat je ook al rekening houdt met je presentatie tijdens het koken. Dus niet altijd puur smaak, maar ook af en toe denken aan kleur en gezelligheid. Maar ja, ik weet dat toch belangrijk is. Hè? Ja, natuurlijk. Het oog wil ook wat. Ik heb iets vergeten, hè, Jeff, in uw keuken. Deze, die plank, zie je? Ja. Wat moet daaronder? Ik weet het, een handdoek. Ah. Sorry, chef. Hij zegt, ik heb weer je keuken klaargezet en nu... Ja, maar ja. Kijk, zo zijn die champignonnetjes mooi, hè. Heerlijk, die zo een beetje krokant gebakken zijn. Hoeveel heb ik nog? 7 minuutjes. Oké. Okay. Kleine 7 minuutjes. Ja, kleine 7 minuutjes. Zie je, die polenta, dat komt goed. Zie je dat die begint te pakken? Ja, die begint... Dus die heeft eigenlijk al het vocht opgenomen.
Ik heb dat vuurtje niet te hard gezet, dat staat op 2, dus dat is redelijk rustig. En we gaan dat nu zachtjes wel laten koken. Ik ga daar nog wat peper en zout aan toevoegen. Niet te veel zout, want er zit al kippenbouillon in. Ja. Ik heb al eens frietjes gegeten van polenta. Is dat? Ah, wel ja, dat kun je doen. Hè. Dus dat is hetzelfde, dus je laat die hard worden op een plaat. Ja, je hebt het gedaan. Ja, ja. En dan frietjes snijden en dan... Oh, heerlijk. Ik vind dat een heel tof product. Dat is een beetje onderschat. Bijna niemand... Nee? Alleen in onze Belgische keuken wordt dat bijna nooit gebruikt. Maar je kunt daar lekkere dingen mee doen. Ga een keer links en rechts eens proeven. Hè. Ik ga komen, hè. Ja, ja. Mm. Ja. Als jij iets lekker vindt, zak je altijd even door. Hè. Dat is mooi. Dat is weet je wat goed is aan zo'n sausje? Die... Faro, dus die lambiek is zuur, de kandijsuiker is was, en hij krijgt zo'n lekkere zoetzure smaak, wat in eten altijd lekker is. Ja. Als je de combinatie hebt van zo'n verschillende smaken. En nu mijn polenta, ik ga een andere lepel gebruiken. Hè. Dat is mooi, propere jongen, anders moet ik weer een paar brieven beantwoorden. Ook goed. Ook lekker. Ik ben vooral benieuwd naar die stek dat ondertussen in zijn sauna ligt te zweten. Ja. Maar hoe lang heb ik nog? Nog 5 minuten. Ja, ik ga maar uit dan. Er is al peper en zout op, dus op zich ben je bijna klaar. Hè? Dat is echt ideaal. Maar wel, ik ga er nog wat tijm op doen. Een beetje takjes eraf trekken zo. Oh, 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 oh. Mm. Ja, ik ga dat lusten, chef. Ik denk dat ook. Een beetje olijfolie. En voor mensen die geen grill hebben thuis, dat zou ze ook wel even in de pan kunnen dan. Pan, perfect. Ja. Barbecue. Oh, mag zou ook een goede zijn. Maar pan is niet. Sausje is goed. Champignonnetjes zijn goed. Polenta moet ik nog afwerken met de mascarpone. Mm-hmm. Dat is voor straks. Vlees. Ik ga het er toch op leggen, want ik voel al zo een beetje gelijk... Je hebt mij wat schrik aangedaan met te zeggen, je zit dan te rustig. Oh, het geluid van... Contactgril. Kun je eigenlijk van alles op doen. Hè? Ja. Dat is heel handig om in huis te hebben. Croque-monsieurke. Zo'n fajita met iets in, dubbel plooien daarin. Stukje vis. Verschillende groenten daarin. Stukje vlees. Je ziet. Multifunctioneel. Champignonnetjes zijn klaar. Een mooi bordje. Dat gaan we ook nog zoeken. Mag ik dat hier... Ja, ik heb wel die spiffy bordjes gekiezen, maar wat je wilt hebben. Ik zal deze een keer pakken. Ik zie dat je die nog niet veel gebruikt hebt. Nee. Dat is veel te klein voor mijn eten. Wat is dat? Een lepeltje van mijn ricotta, van mijn mascarpone, ga ik bij onze polenta doen. Je zou dat met ricotta dan wel kunnen? Je zou dat met ricotta ook kunnen. Alleen, je weet, ricotta, dat is eigenlijk de overschot van de wei. Ja. Van mozzarella te maken, dat zo terug opkoken. En dat is altijd zo wat geschift. Ah, zo. En dan krijg je ook zo een beetje schifting daarin. Dus dat is beter niet. Nee, ik heb dat niet zo graag. Nee, voilà. Dus doen we dat niet, hè. Voilà. Mijn groene kruiden erbij. Hup. Het gaat hier mooi uitkomen, jong. Wel, dat valt te zien. Hoe wil jij je vlees gebakken hebben? Hoe wil je die... Ah, wel. Niet te hard, hè. Dat moet mooi rood zien binnenin. Dat is al klaar, jong. Zie eens. Kijk. Hup. Je kunt dat bakken nu dat je wilt, hè. Ja. Maar dit is waarschijnlijk Seigneur Bleu, zoiets die kant op. Ja. Dat moet nog mooi rosé zijn binnenin. Ik ga dat uitzetten hier. Dat moet nog mooi rood zijn binnenin, hè. Mm-hmm. Kijk, dat is die polenta. Moet eens proeven. Lekker. Ziet er heel mooi uit, chef. Ook goed met een stukje vis en zo, hè? Ja, wel. Ik was aan het denken, zo gebakken kabeljauwtje of zo erbij. Ja, ja, ideaal. Je zou iets moeten doen in de keuken. Ja, ik zou er iets mee moeten doen. Allee, ja, kijk. Laat ze van hier altijd te staan kijken naar ons. Champignonnetjes. Mooi. Ik ben blij. Ben ik blij? Ik betrap mezelf dat ik ook aan het glimlachen ben naar het scherm. Zo. Dan, we gaan dat vlees zo een beetje snijden. Dat is hier zo mooi. Is
is een keigoeie truc, chef, dat hij even in een oven ja, steken. Ik denk dat heel veel mensen daarmee echt geholpen gaan zijn. Kijk. En die mooie streepjes dan op erop. Oh. Maar dat is een perfectie, chef. Ja, maar ik ga er ook een klein beetje champignonnetjes wat bij leggen, dat je die ook wat ziet. Ja? Ik heb graag dat je... Ik zie graag wat ik eet. Zo. Heb zo en links en rechts nog eentje. En dan gaan we op de kop, denk ik, zelfs op 20 minuten eindigen, chef. We hebben nog 40 seconden. Sauseke. Oh my, wat een topgerecht. Hé, hey, dat is... Dat is echt fantastisch, hè. Als je wat ik ga doen, kan gewoon dat blaadje laurier hierbij leggen. Oh, dat, ja. Jeff. Stop de tijd. Nu. Kijk want eens. Ik heb een heerlijk bordje polenta met mascarpone, een stukje Chateaubriand, gebakken champignons en een heerlijk sausje van Faro bier en Luikse siroop. Voilà. Mensen die een prachtig gerecht willen namaken, kijk eens op Jan.tv. Ik kijk er al sinds naar uit om eens te proeven. Voilà. Chef, dank je wel.